Hebben jullie onze nieuwste aanwinst al gezien, of niet? Oh ja, ik ben al aan de 10. Heb veel geleden. Zie je wat het is? Een invalide voertuig, 50 km per rijtje. Ja, een brommobiel. 2-cylinder diesel. Vrije maat. Wel enig werk aan zien. Wel veel leuk. Een beetje los. Hij is doorgezakt. Allemaal vrije maat. Kan ook hard achteruit. Net zo hard als vooruit, niet heel hard dus. Ja, heel dag bier zijn met 1 euro per deel. Kijk eens. Volgend jaar ga ik zeker verder gaan. Eigenlijk te pakken, op een gegeven moment hebben ze een frietje al bij de kloos. Dat komt goed. Een ligier brommobiel. Hebben we gekocht voor 60 euro en hij is doorgezakt. En nu hebben we hem gemaakt met ductape en spanbanden. En gaan we eens kijken dat hij nou niet meer doorzakt dan. Hij blijft staan. Ja. Oké, okay, niet aankomen. Oké, okay, start afsturen. We missen nog iets. Ah, die stoel. Achterwielen. Nu is het op de bossen, trekt het in zand. Doe je nou, jongen? Hey, we moeten nog mijn auto achteraan rijden. Weet je niet waar dat hij gaat? Wat? Gaat die vooruit net zo hard als achteruit? Nee, achteruit gaat hij niet zo hard. Ik had eigenlijk al gedacht dat het zeker wel zo hard ging, maar... Maar klein hoor, mensen met kleine voetjes gemaakt. Ja. Waar gaan we? 35, 40. Dat is geen 70. Dat kan harder. Is dat geen 4x4? Ja, rijvaardigheid is toch wel minimaal van het ding. Het slaat nergens op. Kut ding. Ja, we hadden het ook moeten pakken, had direct achter de wielen gezeten. Ja, nee, ja. Wat is er gebeurd? Weet niet. Ik mis een stuk podium. Waar rijdt man? Dus. Dat is gewoon. Het is zo mis geweest. Je hebt gewoon. Lang heb je gewoon mee stoppen, denk ik. Nou ja. Steen is kwijt. Zo, dat was toch wel leuk met ons invalide voertuig. Oppas dat hij er zelf niet invalide van wordt. Dat ding, maar. Ik wil wel invalide. Dan gaat Beekman doen, die gaat de doos aanrijden.